Sanne, als je op dat bewuste moment niet gevallen was, had je dan tot de meet aan bij Marianne Vos kunnen blijven? Natuurlijk. Appeltje eitje, nee. Dat weet ik niet. Dat is altijd wat als dan. Maar ik ben helaas gevallen daar en ik kon de aansluiting niet weer terugvinden. En dit is gewoon een parcours. Als je dan net weer iets harder door die bochten moet, dan ga je net weer iets meer glibberen en glijden. Dus ik ben gewoon heel blij met mijn tweede plek en het is jammer dat ik daar gevallen ben. Ja. Ja, blij met je tweede plek. Ik kan me ook voorstellen blij met de manier waarop je vandaag reed, want uitgezonderd die valpartij reed je volgens mij een bijna perfecte race. Ja, ik heb gewoon hartstikke lekker gereden en omdat ik vrijdag terugkom ben in Spanje was deze temperatuur voor mij ook weer nieuw. Het al rijden op ijs was voor mij weer nieuw dus en ik ben heel blij hoe ik het over het ijs reed. Dus het geeft me echt vertrouwen voor Louisville. Ja, en het was een selectief parcours, het was een glibberen, het was constant geconcentreerd moeten zijn. Ja. En ja, ik had het idee in het begin even, je moest even in de ritme komen en daarna ging het allemaal goed tot dat valpartijtje. Ja, dat klopt. Het begin ook zoiets van rustig blijven, komt allemaal goed. En zo heb ik het gedaan. En het was gewoon genieten om hier te mogen fietsen en hoog rijden in ons Brabant. Dus ik vond het gewoon heel mooi. Ja, ik heb je wel eens vaker zien worden. Ik heb je wel eens vaker tweede zien worden. Dan was het stampvoeten, of dan kon het wel eens stampvoeten zijn. Ja. Nu was het tweede met een glimlach. Ja, natuurlijk. Natuurlijk is in mijn glimlach. Marianne is gewoon uitmuntend goed. En ik merk gewoon dat zelf mijn vorm steeds stijgende is. In de afgelopen jaren merk ik juist dat in januari zoiets heb van... januari en het WK moet nog komen. En nu heb ik zoiets van... het WK mag gaan komen. En ik heb het gevoel dat mijn vorm nog groeiende is. En dat ik goed op weg ben. Dus ik heb er vertrouwen in. Nou, klinkt goed. Hoe serieus jullie dat WK nemen, blijkt wel dat jullie morgen al vertrekken, terwijl het WK over 2 weken is. Ja, we gaan eerst op vakantie, zoals ik het noem. Trainingskamp, hè? Laat de coach het niet horen. Nee, maar weet je wat het is? Ik ga samen met Marian naar Amerika toe om eerst daar te trainen, te acclimatiseren. En om vast aan het jetlag goed te aarden, zeg maar. En ook gewoon eventjes lekker op adem te komen, het goed te focussen en eventjes ook... de ontspanning ook er natuurlijk bij je op te zoeken. Want je focus 2 weken lang op 2K te zetten. Dus het is ook belangrijk dat je af en toe even ontspannen bent. Ja. Kunnen we met elkaar afspreken dat we over 2 weken weer een Brabantse regenboogtrui hebben? Dan maakt het mij persoonlijk niet zoveel uit wie hem draagt. Nou, mij wel. Nee, daar gaan we samen voor zorgen. Proficiat van vanmiddag. We hebben een prachtige wedstrijd gezien. En op to the USA. Ja, daarom. Bedankt je wel.